Nou, voor het eerst sinds de machtsoverdracht op 20 januari laat Donald Trump vanavond weer van zich horen. Trump houdt een speech op het jaarlijkse congres van conservatieve republikeinen. Awesome. Love, thank you. Hij mag dan niet meer te volgen zijn op Twitter. Zijn aanhang loopt nog steeds met hem weg. We're ready for President Trump to come back. We want to see our president. And I say our president, meaning the people's president. You'd like Donald Trump to run again in 24, would you? Oh, absolutely, absolutely. I think pretty much everybody here does. Do you think he will? I'm hoping so. Trump's speech zal straks zonder twijfel vooral over hemzelf gaan. Maar of de top van de Republikeinse Partij daar blij mee is, is de vraag. Correspondent Marieke de Vries in Florida. Marieke, gaan we ook antwoord krijgen op de vraag of hij zichzelf misschien al beschikbaar acht voor een toekomstig presidentschap? Nou, daar is het vandaag in ieder geval nog te vroeg voor, hoor. Kijk, Trump wil zich graag presenteren als de aannemelijke kandidaat voor het presidentschap van 2024. De waarschijnlijke kandidaat, zo noemt hij zichzelf. Ja, en daarmee houdt hij dus de komende jaren grip op die Republikeinse Partij. Als het ware als officieuze leider. En kan hij bijvoorbeeld volgend jaar ook gaan bepalen wie zijn favorieten zijn. De favoriete kandidaten voor bijvoorbeeld de tussentijdse verkiezingen voor het congres. En wie vooral ook niet zijn favoriete kandidaten zijn en zijn steun niet verdienen, omdat hij vindt bijvoorbeeld dat ze niet loyaal genoeg aan hem zijn geweest, bijvoorbeeld tijdens dat tweede impeachmentproces. En zo houdt hij zijn grip en de macht binnen de Republikeinse Partij. Ja, en als dat de boodschap wordt, hoe gaat dat vallen, denk je? Nou, hier in deze balzaal waar hij vanavond gaat spreken, zal dat absoluut ontvangen worden met de staande ovatie en veel gejoel. Want deze mensen hier hebben hem gemist na 5 weken, ook Twitter-stilte. Maar ja, hoe dat ontvangen zal worden binnen die gematigde tak van de Republikeinse Partij kan wel eens een heel ander verhaal worden. Er zijn ook veel gematigde Republikeinen die zich op dit moment thuisloos voelen, omdat ze het niet eens zijn bij Trump en graag een ander conservatief geluid willen horen. En ja, dat zullen we de komende jaren uitzien spelen. Hè? Die strijd tussen die wat meer gematigde tak, die gematigde vleugel binnen de Republikeinse Partij en die American First populistische vleugel van Donald Trump. Marieke, dank je.